Het Korps Brandweer Suriname heeft in samenwerking met het Districtscommissariaat Zuidwest een project uitgevoerd om de samenleving bewust te maken over de gevolgen van vuilverbranding. Het Nationaal Informatie Instituut heeft een gesprek met de heer Coats, mevrouw Themen Naarden en mevrouw Lachun Singh over vuilverbranding. Alvast beginnen om te zeggen dat de meldingen van gras- en vuilverbrandingen een sociaal probleem is en het dient een integrale aanpak. Jaarlijks rukt de brandweer zo een 1500 tot 1600 keren uit voor deze meldingen van gras- en vuilverbrandingen. Maar het heeft niet alleen een brandveiligheidsaspect aan zich, maar ook een milieuvraagstuk, gezondheid, verkeer enzovoort enzovoort. Vandaar dat het korps is begonnen dit seizoen om dit multidisciplinair aan te pakken. En we hebben partners zoals de Milieupolitie, Openbaar Groen, de ambtenaren van de bestuursdienst. En zo zijn wij in de tweede helft van september de verschillende wijken ingetrokken om een stukje bewustwording op gang te brengen in de diverse resorten van dus met name Paramaribo Zuidwest. En de meest voorkomende vraag van de mensen was: hoe moeten wij dan van ons grofvuil ontdoen? Nou, simpel. Je kan composteren. Maar er is ook een dienst Openbaar Groen, afdeling dienstverlening, die het grofvuil kan ophalen. En laat me gelijk haasten om erbij te zeggen dat vanwege OW, dus de afdeling vuilophaal, verplicht is dorre bladeren mee te nemen. Takken moeten wel niet worden meegegeven. Het heeft te maken met het mechanisme van zo'n kraakpersauto. Maar dat bladeren dus verplicht zijn meegenomen te worden door zo'n kraakperswagen. En als dat niet het geval is, kan je altijd bellen op de klachtenlijn. En dat is het nummer 46-24-45 om daar dan jouw klacht te droppen. Dus het KBS wil samen met de relevante actoren een stukje bewustwording op gang brengen om dit onmaatschappelijk gedrag zoveel als mogelijk tot het verleden te doen behoren. Omdat u mag weten dat het strafbaar is vanaf overtreding tot een misdrijf. Ja, en als ik de artikelen moet aanhalen van het Surinaams wetboek van strafrecht, is dat 207-208, artikel 255a en 225b. En dan heb je ook nog de artikelen 497 tot 499. Allemaal zijn daar om voldoende corrigerend te kunnen optreden. Of de ambtenaren van de Milieupolitie. En we hopen dat niet natuurlijk, maar dan kan er verbaliserend worden opgetreden. Maar dus zover willen wij nog niet denken. We gaan voor een stukje dus bewustwording, een stukje besef, dus teweeg op gang te brengen in de gemeenschap, zodat dit nogmaals zoveel als mogelijk tot het verleden kan gaan behoren. In ieder geval ongoing. Volgens de meteorologische dienst zal deze droogte tot midden november aanhouden. En we zijn begonnen op het commissariaat Zuidwest van Paramaribo. En het volgende traject is Paramaribo Noordoost. En daar hebben we dan de twee delen van Wanica. In ieder geval, het is een landelijke activiteit. Aan de samenleving zou ik deze oproep willen doen om het verbranden van gras en vuil dus achterwege te laten. Het is schadelijk voor het milieu, de gezondheid, het verkeer en ook nadelig voor de brandweer die dan stand-by moet zijn. Maar als dit zich zo voltrekt dagelijks, zoals het weekend, waarbij de brandweer zeker 45 keer is uitgerukt, dus landelijk, begrijpt u dat dat een zware druk op het korps legt. Dus nogmaals, u kunt composteren, u kunt uw vuil laten ophalen en u kunt dat laten doen door Openbaar Groen. En als de klachten zich zo blijven volhouden in de buurt, kunt u bellen met de Milieupolitie. Bij deze wil de brandweer de gemeenschap oproepen om dus de eigen verantwoordelijkheid dus ter hand te nemen. En dat is simpel, door zelfs geen vuil te verbranden en anderen die wel verbranden ervan te overtuigen dit onmaatschappelijk gedrag na te laten en zoveel als mogelijk
aangeven dus waar er wordt verbrand. Als we dit samen kunnen doen, denk ik dat we dan een heel eind op weg zullen zijn. In het district Saramaka was er geen vuilophaaldienst. Dat is een aantal jaren, ongeveer 4-5 jaar geleden. En toen de vuilophaaldienst wel begon, bleken mensen hun gewoonte van het verbranden niet te kunnen meegeven met de vuilniswagen. Ze bleven verbranden. Gaven ook vuil mee, maar bijna dagelijks werd er verbrand. Dus ik dacht uiteindelijk na een heleboel jaren last van gehad te hebben, dacht ik om er iets aan te doen. Je staat er niet bij stil hoe schadelijk dat is. Het milieu wordt helemaal vervuild. De lucht die je moet inademen wordt met de rook die er ontstaat bij de rommel die men verbrandt, zwaar vervuild. En je weet, je moet ademen elke seconde. En als je elke keer als je inademt zoveel vuil binnenkrijgt, dan kun je niet meer gezond zijn. En natuurlijk, omdat het milieu zo vervuild is, is bijna geen sprake van dat je gezond kunt opgroeien. Vuilverbranding mag niet, dus er zijn wetten, zoals u dat weet. Of niet weet, dan weet u het nu. Met OW niet heb ik zelf geen contact opgenomen in het begin. Maar er zijn steeds wel, via het commissariaat Groningen, zijn er samen acties geweest, activiteiten geweest, waarbij dus denk de rol van OW wel duidelijk was dat het vuil afgevoerd moet worden en vooral welk vuil afgevoerd moet worden. Tal van nadelen, verschillende ziektes, risico's schuilen erin als je dat verbrandt. Met de rook komt er natuurlijk van alles, echt heel erge schadelijke stoffen, zoals enkele te noemen PAX, dioxines, maar gewoon de as en roet en fijnstof. En ja, als dat dus in jouw systeem komt, want de meeste schadelijke stoffen die we dus in ons lichaam krijgen, dat gebeurt via inademing, via drinken, via je voeding. Omdat de schadelijke stoffen dus ook vallen op de grond waar je moet planten. Als de bodem vervuild is, is jouw voedsel vervuild. Het valt op de kippen, de dieren die je kweekt om te eten, de eieren. En als je dat dus consumeert, dan krijg je dus die stoffen binnen en die blijven zich opstapelen. Waardoor dus na een periode, na een tijdje, je ineens ziek wordt. Maar je bent niet ineens ziek geworden, het is een opeenstapeling geweest. Ik ben nu ruim 2,5 jaar bezig. Er gestart in 2016, april 2016. Het liefst morgen stoppen, maar dat wil zeggen dat iedereen stopt met vuil verbranden. Maar ik weet dat het niet zo snel zal gaan. We moeten echt erbij stilstaan. Het hele land. Er moet een flinke campagne komen, nationale campagne, waarbij dus aan de burgers uitgelegd wordt waarom ze niet mogen verbranden. Sowieso omdat het een strafbare handeling is. Het is een illegale handeling, want je bent op je erf bezig, je bent op de berm bezig. Het is geen stortplaats thuis bij je. Er is een openbare stortplaats waar het vuil naartoe wordt gebracht. Dus thuis mag je dat niet doen. Ik heb van de brandweer begrepen dat er verschillende straffen zijn. Ze moeten toegepast worden. De burger moet weten dat het er is en er moet controle komen. De overheid moet ervoor zorgen dat de boetes in orde gemaakt worden, want het een kan niet gaan zonder het andere. Er zijn veranderingen nodig en het kwalijke vind ik zelf dat niet alleen mensen die weinig scholing hebben gehad verbranden, ook mensen met behoorlijke scholing verbranden. Ik ken onderwijzers, ik ken doktoren die verbranden. En ja, dan denk je, waar moet je het zoeken? Dus mensen moeten bewust worden dat onze gezondheid gelinkt is aan elkaar. Mijn gezondheid is afhankelijk van jouw handelingen. Dus laten we samen dat ding stoppen. Laten we samen begrijpen dat het milieu in Suriname gezond moet worden als wij gezonde mensen willen hebben. Ik heb net in de krant gelezen, een paar dagen geleden, de directrice van het AZP heeft aangegeven hoeveel
mensen, tal van mensen met chronische ziekten zich aanmelden in de ziekenhuizen. Dagelijks zijn de polyklinieken helemaal propvol. Mensen zoeken hulp. Maar ik denk dat in deze je gezondheid veelal in je eigen hand is. Dus als we eraan werken, als we ervoor gaan dat we stoppen met het verbranden, dan hebben we denk ik een aantal risico's weggemaakt naar voor een beter en gezonder leven in Suriname. En we zorgen ervoor dat Suriname een gezonder milieu heeft voor ons nageslacht. Het commissariaat Paramaribo Zuidwest die is samen met de brandweer van start gegaan op 17 september om de samenleving bewust te maken van de gevaren van gras- en vuilverbranding en ze op zo'n manier op te roepen om dat achterwege te laten. We zijn 17 september begonnen in het resort Pont Buiten. Daar heeft de kick-off plaatsgevonden. We zijn in de wijken van Pont Buiten geweest met flyers en ook nog met een soundauto om de mensen te vertellen wat de gevaren zijn en om het verbranden achterwege te laten. Vervolgens zijn we op 18 september gegaan naar de wijken in het resort Livorno. Ook daar zijn we middels flyers en middels een soundauto de straten opgegaan, huis aan huis. We hebben gesproken met zoveel mogelijk burgers die we tegenkwamen in de middag. En die informatie hebben ze ook gekregen. Op 19 september waren we in de wijken van het resort La Tour. Daar hebben de bestuursambtenaren samen met de brandweermannen ook huis aan huis die informatie verstrekt. We zijn geweest in de resorten Tamega en Flora op één dag. En we zijn vervolgens geweest naar het gebied Welgelegen. En we hebben dit project afgesloten op Weg naar Zee. No bro you to tomorrow. This is Sunju Uchuma. Kuch Najarao. Wa bon chobo moye. Hakwa bitakan herebe. Stop fall for branding. No bro you to tomorrow. Tomorrow, mi baby, ekisi bigi sorrow.
di sunju moye. Ine fupa brule de deshet. No broyo to timoro. Disa sunju uchuma. Kuch najaral. Wa bon chubo moye. Hakwa bitakan herebe. Stop fall verbranding. No broyo to timoro.